Hi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Het is voorjaar, dus we gaan met voorjaarsbolletjes aan de slag. We gaan een mooie plank maken, opgemaakt in een natuurlijke vorm. Ik ga nu werken met hyacintjes, maar je kan ook kiezen voor blauwe druifjes, narcisjes, witte druifjes, hyacintjes. Maar ga zo maar door, alle voorjaarsbolletjes kun je eigenlijk gebruiken. Maar ik ga vandaag aan de slag met hyacintjes. Ik heb een schaaltje voor het gemak. We gaan ze straks per stuk gebruiken. Dus we gaan gauw aan de slag. Wat heb je nodig hierin? Je bent dus nodig hyacintjes of een ander voorjaarsbolletje. Magnolia takjes. Schors. Ik heb twee verschillende soorten. Mos. Tillandsia. Een ondergrond. Ik kies voor een mooi natuurlijke houten ondergrond. En touw. En om het natuurlijk te houden ga ik weer voor jute touw. Stap 1. We gaan beginnen met de voorjaarsbolletjes. We gaan het uit het potje halen en het zand er helemaal afdoen. Je kunt ze gewoon breken. Je kan ervoor kiezen om met botteltjes te doen. Je kan er een klein beetje aan laten, maar het zand mag er helemaal af. De voeding van een voorjaarsbol zit al in het bolletje zelf. Hij zou dus eigenlijk voldoende hebben aan wat erin zit. Heb je hele droge lucht, kan je ervoor kiezen om af en toe eventjes een beetje te besproeien. Maar zo haal ik al het zand eraf, tot hij helemaal kaal is. Dan pak ik een stukje mos. En die wikkel ik er een beetje omheen. Als een soort jasje. En daar bind ik weer touw omheen, zodat het goed blijft zitten. Soms is het ook leuk om extra te wikkelen. Je kan ook voor gekleurd wikkeldraad kiezen. Het is net wat je zelf leuk vindt. En dan hebben we het mooi een beetje bewerkt met mos. En dit doe ik met meerdere bolletjes. Hoe groter de plank, hoe meer bolletjes je eigenlijk nodig bent. Je kan er ook voor kiezen om een variatie te maken. Met bijvoorbeeld allerlei verschillende bolletjes. Maar voor het gemak doe ik nu alleen even de hyacintjes. En zo herhaal je totdat je klaar bent. Nou, en zo doe je eigenlijk zoveel bollen als jij leuk vindt. Je kan er ook wat doen met alleen touw, judetouw of met lint. Zo heb ik deze met judetouw gedaan. Of met stof, dat kan ook als je het leuk vindt. Maar omdat ik het natuurlijk behoud, doe ik het alleen met mos. En met jute touw. Maak nog even de laatste af met mos. Dus je kunt de bolletjes gewoon af en toe een keer besproeien. Zoals je ziet heb ik de 2 met alleen touw gedaan. En 3 met een mos. Nu tijd om verder te gaan en de bollen een plekje te geven op je ondergrond. Dus voor mij dus de houten plank. Ik begin met een magnolia tak, want die wil ik als basis in het midden. En daar leg ik de hyacintbolletjes omheen. En met de schors leg ik het weer een beetje vast. Dus dat is mooi een beetje rechtop. Maar het mag ook best liggen, het is net hoe je het zelf leuk vindt. En zo verdeel ik het over de plank. Pak ik ook een beetje tillandsia en dat doe ik er een beetje tussen. En hetzelfde doe ik met nog een beetje mos. Dat geeft net wat meer rust in het geheel. En als dit het resultaat, mooie magnolia, echt een... Ik hoop dat jullie dit een leuke les vonden. Heb je suggesties voor een volgende video, laat ze onder weten. Doe een duimpje omhoog en abonneer op het YouTube kanaal. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!